Er zijn nu zes wedstrijden onderweg, Bert. Er zat één wat minder aantrekkelijke wedstrijd bij, maar toch over het algemeen vijf aantrekkelijke potten. En daarvan verlies je de drie. Dat is Balen. Ja, dat is meer dan Balen. Als je kijkt uh, inderdaad, hoe we uh, ja, toch in die wedstrijden gepresteerd hebben. En uh, dat je uiteindelijk drie keer verliest, dat is uh, te veel. Dat is te veel. Waar uh, lag het uh, zaterdag aan? Nou, kijk in eerste instantie ook uh, Jong FC Groningen zelf natuurlijk, die uh, gewoon nog een hele goede ploeg hebben. Uh, de eerste 20 minuten zijn we gewoon omvergeblazen door uh, door Jong FC Groningen. Nou, daarna komen wij goed in een ritme en uh, doen we volledig mee aan de wedstrijd. Ja, je komt in een gewenste situatie op 1-2 en ja, dan is het zaak om de boel uh, dicht te houden en vanuit dezelfde teamgedachte zo blijven functioneren en in ieder geval zodat het 1-2 blijft. Ja, goed, zij gaan een mannetje naar voren schuiven. we krijgen wat meer ruimtes achter hun verdediging en uh, kans op 1-3. Uh, dat laat je na. Ja, en vervolgens uh, ja, krijgen we doelpunten tegen waar, uh, ja, waar ik niet echt happy mee was. Dat zijn dan weer typisch van die te liefde momenten, wa waardoor je het zo pot weer verliest. Hè? Nou ja, weet je, kijk, dat penalty moment kun je over discussiëren. Ik vond dat een. Uh, wij krijgen een penalty redelijk goedkoop. Uh, Joran zet een tackle in uh, natuurlijk op de jongen, maar daarvoor gaat het eigenlijk fout. Als je ziet hoe we daarvoor uh, erin vliegen, dan moet je een tegenstander ophouden en niet uh, zomaar ten koste van alles een bal willen veroveren. Dan moet je hun ophouden zodat ze de bal weer uit gaan halen. Maar we vliegen er gewoon blind in, dat is niet handig. Joran probeert nog dat schot te blokken. Ja, je kan erover discussiëren of het een, een echte pingel was, maar goed, dat, dat zal je altijd zo blijven houden. Maar ja, die, die, het cruciaal is natuurlijk de laatste minuut. Je gaat zelf alleen op de keeper af. Moet de 2-3 maken. Ja, dan hoor je niet veel mensen meer over zijn wedstrijd. Dan zegt iedereen: ja, prachtig duel. Goed gedaan. Drie keer scoren in Groningen. Ja, en vanuit de counter hun een, een cornermoment. Ja, en dan vallen we de bal niet aan. Uiteindelijk ben je natuurlijk gewoon ontevreden: zes wedstrijden, drie gewonnen, drie verloren. Dat had je anders gedacht. Nou ja, je wil alle wedstrijden winnen. Dus dat is je basisgedachte. Uh, drie verliespartijen, allemaal op verschillende manieren, wat dat betreft. Ja, en dat zullen we om moeten gaan zetten, dat dat minder gaat gebeuren, natuurlijk. Over basisgedachten gesproken, uh, moeten we eraan wennen dat we ongeveer elke week een andere basis zien, Bert? Nee, hoor, de kern is, uh, is altijd hetzelfde als je goed hebt gekeken. Dus uh, nu waren er twee posities, uh, waren wat wisselingen en uh, dat had allemaal zijn redenen. Ben je hem in Moet je die niet altijd. Uh, sorry sorry dat ik mijn eigen mening nu even ertussen doe. Moet je die niet altijd opstellen gewoon? En jij noemt dat de namen van de mensen die niet spelen. En dat vind je mooi natuurlijk. Uh, alles heeft zijn redenen. En uh, waarom Benjamin niet speelde, dat is ook duidelijk. Dat is voor hem duidelijk. En uh, dat is intern duidelijk. Dus uh, nee hoor, uh, Piet, ga er maar vanuit dat wij echt wel goed nadenken over datgene wat we moeten brengen. En je moet het ook niet ophangen aan dat soort zaken. Het gaat er gewoon om dat iedereen die de wedstrijd heeft gezien, die zegt wat hebben jullie een hartstikke goede wedstrijd gespeeld. Dus dat zou, zou de jongens die nu gespeeld hebben, zou je daarmee tekort doen. Uh, het feit dat je hem verliest, dat zorgt voor een ander soort emoties bij, uh, bij supporters. Van had je maar dit, had je maar dat. Ja, dat vind ik altijd vrij makkelijk. Wij werken een hele Week met de groep spelers, de tactiek die we bedacht hadden, we zijn helemaal niet conditioneel of zo gesloopt. We zijn volledig bezig geweest in de wedstrijd. Uh, de hele tweede helft vind ik dat we grip hebben gehad op uh, jongens Groningen. Ja, zeg het maar, uh, met of zonder Benjamin, dat vind ik minder relevant. Het gaat erom dat de teamgedachte werd uitgevoerd. Uh, op het einde uh, ja, moet je dit soort wedstrijden wel meer over de streep trekken. En dan moeten we grotere jongens in gaan worden. Ja, inderdaad. En daar gaan we van de week weer hard aan werken. Tenminste, jullie de staf. Ja. En, en de jongens. Nee, dat klopt. En je krijgt een tegenstander van formaat natuurlijk die uh, wat mindere competitie start heeft. Maar nu ook weer uh, vol aan de bak gaat. En uh, nou, ik denk dat je twee teams gaat zien die uh, behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Ja. Daar gaan we hopelijk uh, van genieten, bed. Veel succes ermee. Ja, dankjewel.